Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 12 april. Het leven nemen zoals het komt. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matteüs 6, vers 34. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zoals waarschijnlijk de meeste mensen vermijd ik dingen die ik niet graag doe of waar ik niets aan kan doen. Op een dag zei de Heer tegen mij, Joyce, leer te leven zoals het komt. Ik geloof dat dit een les is voor ons allemaal. Wat hij tegen mij zei, was dat ik moest ophouden met dingen te bevechten waar ik niets aan kon doen. Wanneer we ergens naartoe reizen en we onszelf plotseling in druk verkeer bevinden als gevolg van een ongeval of slecht weer, doet het geen goed om ons erover te verbijten. Alleen de tijd of Gods bovennatuurlijk ingrijpen kan de situatie veranderen. Waarom niet ontspannen en een manier proberen te vinden om van die tijd te genieten? God heeft ons toegerust om het leven te nemen zoals het komt. Daarom zegt Hij ons om alleen op vandaag te focussen. Hij weet dat als we tijd besteden om ons zorgen te maken over dingen die buiten onze macht liggen, we vermoeid of gefrustreerd zullen worden. Je hoeft je tijd niet te verspillen om te proberen dingen te veranderen die buiten je macht liggen. Richt je op datgene wat voor je is om te doen en laat God voor de rest zorg dragen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik realiseer mij dat ik niet alles kan controleren, maar ik kan u vertrouwen. Ik neem nu het besluit om mijn best te doen met wat u mij heeft gegeven en laat de rest over aan u. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.